Welkom bij Rijtalk. Ik ben Merel. Ik ben Daphne. En in dit programma gaan we jullie de trots van het Rijland laten zien. In dit programma zitten we aan tafel met belangrijke gasten van het Rijland College. En onze doelgroep zijn de groep 7 en groep 8 leerlingen die hopelijk volgend jaar de nieuwe brugklas worden op het Rijland College. Maar als je dit een leuk programma vindt, mag je natuurlijk ook meekijken hoor. Laten we gauw beginnen. We zitten hier aan tafel met Bas van Rooyen en Hanneke Moors. Bas, wat is jouw taak op het Rijland? Ik ben de rector van het Rijland College. En eigenlijk zien jullie doelgroep, hè, groep 7 en 8 is. Dat kunnen ze vergelijken met de directeur, hè, van de basisschool. Ja, en wat doet een directeur op het Rijland? Nou, die zorgt voor de algemene leiding. Praat veel met de teamleiders. Krijgt veel te horen over wat de school allemaal doet. En mag ook soms naar de gemeente toe om ervoor te zorgen dat de dingen allemaal goed worden geregeld. Dus dat doet de rector een beetje. En wat vindt u dan zo leuk aan uw taak? Wat ik zo leuk vind aan de taak is dat ik mag me met alles bemoeien. Dat vind ik altijd heel leuk. Ik krijg ook altijd heel veel te horen. Maar wat ik ook heel leuk vind is dat ik veel ook de leerlingen spreek. Hè, de leerlingen van de leerlingenraad. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar het allerleukste vind ik het onderwijs ontwikkelen. Zodat het onderwijs wordt gegeven wat het beste bij jullie en straks ook bij de leerlingen van groep 7 en 8 onze nieuwe brugklasses past. Dat vind ik het allerleukst. Hanneke, wat doet u op het Rijland? Ik ben afdelingsleider van de brugklasse HAVO-VWO. En dat betekent dat ik samen met de mentoren en de docenten die lesgeven aan de brugklasleerlingen, dat wij er samen voor zorgen dat die lessen leuk zijn en dat ze goed zijn en dat er allerlei andere dingen voor brugklasleerlingen georganiseerd worden. En wat vindt u daar zo leuk aan? Ik vind het leuk dat we het voor de leerlingen doen. Dus dat je altijd in je achterhoofd hebt, heeft de leerling hier wat aan? Vindt de leerling het leuk? Is het goed? Dat vind ik leuk. En ik vind het leuk dat geen enkele dag hetzelfde is. Dus er is altijd wel wat anders te doen op school. En wat maakt Rijland eigenlijk zo bijzonder namens u? Ik denk dat het Rijland bijzonder is omdat het een school is waar alles is. Dus we hebben praktijkonderwijs en dan hebben we alles tot en met gymnasium. Dus het is een school die alles in zich heeft. Een beetje hetzelfde als de wereld. Daar zit ook alles divers, alles verschillend. Dat vind ik er leuk aan. En wij hebben op het Rijland hier ook het Agora-onderwijs. Weet u daar wat meer van af? Ja, daar weet ik wel wat meer van. Het Agora-onderwijs is heel anders onderwijs. Dus het is een onderwijs dat niet in de klas plaatsvindt. En dat niet is dat de docent zegt, gaan we dit doen. Nee, de leerlingen bepalen zelf wat ze willen leren. En dat noemen ze challenges. Dus elke leerling bepaalt voor zichzelf, vandaag wil ik onderzoeken hoe ik het beste koekjes kan verkopen, bij wijze van spreken. Maar dan moeten die koekjes eerst gemaakt worden. En hoe worden koekjes gemaakt en wat zijn goede koekjes? Dus het is helemaal vanuit de leerling zelf gestuurd. Die wordt natuurlijk wel geholpen door een coach, maar in de basis bepaalt de leerling zelf wat hij wil leren. En coaches zijn dan een soort van mentoren? Een soort van mentoren, ja. Okay. Waarom bent u rector op het Rijland College? Wat maakt het Rijland voor u zo bijzonder? Hanneke zei het net ook al, hè. We hebben alles, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO, wat dan natuurlijk wel Atheneum en Gymnasium is, en Agora, dus ja, eigenlijk alles kan op het Rijland, dus dat is hartstikke leuk. Daarnaast ben ik dus hier voornamelijk ook, hè, om dat onderwijs te ontwikkelen. En nou, zoals dat Agora onderwijs al laat zien, hè, daar zijn we net mee begonnen vorig jaar. Nou, dat is zo'n leuke ontwikkeling en die mogen we dan helemaal begeleiden. En dat soort dingen vind ik dus heel leuk om te doen. Dus ja, het is een van de dingen. Ja, waarom is het zo leuk om echt teamleider te zijn van de brugklas? Want dat is natuurlijk een heel anders dan dat je teamleider bent van 5 of 6 VWO. Ja, dat is heel anders. Ik ben ook teamleider van 5-6 geweest op mijn vorige school. En wat is er leuk aan de brugklas? Aan de brugklas vind ik leuk dat je ook met de basisschool dingen mag doen. Dus dat je samen met de basisschool kijkt, wat vinden kinderen belangrijk? Wat willen wij de kinderen in Venray, wat willen wij die allemaal leren? En dat je dan samen ervoor zorgt dat elk kind in Venray op een fijne school zit. En wat hebben jullie voor tips voor de toekomstige brugklasses? Dat is sowieso dat zij een school moeten kiezen waar ze zich heel erg thuis voelen. Dus ze moeten de sfeer goed kennen van de school. Ja, en daarnaast moet ook het advies, hè, wat ze krijgen, moet goed passen bij de school. Nou ja, het Rijland kan alles, dus elk advies is mogelijk, hè, hier. Dus dan wordt die sfeer heel belangrijk. Dus ik zou die kinderen allemaal aanraden, gewoon ga op de scholen kijken. En kom ook vooral bij ons kijken als het weer mag, hè, als het weer allemaal open is. We zitten nu een beetje met de corona. Maar dat is wel een van de belangrijkste dingen om te doen.
En hebben jullie als Rijnland misschien ook een motto van dit willen we de leerlingen echt meegeven? Ja, we hebben drie dingen die we heel belangrijk vinden. Dat sowieso, wij werken vanuit vertrouwen, we werken met aandacht en in verbintenis. Dus die drie dingen, die vind ik, die moeten in alles terugkomen. Dus we hebben heel veel vertrouwen in dat leerlingen het beste voor zichzelf willen. Hè, jullie ook toch? Ja, nou. Daar zijn wij ook heel goed in, hè, als school. Dus wij zorgen ervoor dat als een leerling de kans wil pakken, bijvoorbeeld je zit op de HAVO, dan heb je op het Rijnland heel erg de kans om op het VWO ook je diploma te kunnen halen. Dus dat je net een stapje verder kan. Nou, dat doen we heel erg goed. Nou, we proberen ook heel veel aandacht aan de kinderen te geven door een mentoraat of de coach in te zetten. En last but not least willen we ook dus die verbintenis. Dus we willen heel erg dat de school niet alleen naar buiten toe gaat, maar ook naar binnen toe komt. Dus dat bijvoorbeeld mensen van media of hier hun lessen komen geven, zodat jullie ervan kunnen leren. En het mediateam is daar een mooi voorbeeld van. Dus dat zijn dingen die we belangrijk vinden. Heeft u nog iets dat u denkt van, dat wil ik de leerlingen heel graag meenemen, geven? Nou, de nieuwe brugklasleerlingen, ik denk dat ze echt zeker hier op school moeten komen kijken. Er zijn nog allemaal meeloopdagen die ze op de website kunnen, waar ze zich voor in kunnen schrijven. Dat zou ik zeker doen, want het is echt de moeite waard om hier een dagje met een andere brugklasleerling mee te lopen. En we hebben op het Rijnland ook keusuren. Kunnen jullie daar misschien meer over vertellen? Want dat is best wel uniek. Ja, die zijn best wel uniek. Die keuzeuren zijn dus niet alleen als je zegt van goh, ik vind een vak moeilijk, bijvoorbeeld wiskunde. Ik heb daar wat moeite mee, ik zou het fijn vinden om wat extra uitleg te krijgen. Dan zou je een keuzeuur wiskunde kunnen kiezen. Maar je kunt ook wiskunde kiezen als je zegt van goh, ik ben er juist heel goed in. En ik zou wat meer willen doen dan de dingen die we in de les doen. Kunnen dat ook andere vakken zijn dan die je zelf hebt? Of? Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf lesgegeven in leiderschap, samen met de burgemeester. Dus met z'n tweeën hebben we toen een groep van leerlingen, die hadden dus het keuzeuur leiderschap gekozen. Maar dat kan ook yoga zijn. Ja, dat kan ik niet geven. Dat ben niet zo rustgevend, denk ik. Niet zo lelijk. Nee, ook dat niet. Ik kan niet mijn been achter mijn nek leggen. Maar ik kan wel iets vertellen over leiderschap. En dat hebben we toen gedaan. Dus 10 lessen lang hebben we dat verzorgd. En die leerlingen weten dus nu meer, hoop ik, over leiderschap. Niet alleen vanuit wat je al op school doet, maar ook wat een burgemeester doet. En er is ook iemand geweest van het bedrijfsleven. Nou, dat geeft dus extra inzicht over hoe je dat kan aanpakken. Ja, ik vind het wel heel interessant klinken eigenlijk. Ja, ik heb heel leuk gezegd ook wel. Het was ook heel leuk om te geven. Want ja, normaal, hè, ik zit op een kantoor en ik moet veel overleggen. En dan mag ik weer lesgeven, want ja, dat is toch heel leuk om te doen. Dat heb ik vroeger ook gedaan, maar dan als geschiedenisleraar. En het blijft altijd heel leuk. Dankjewel Bas en dankjewel Hanneke. Graag gedaan.